CWZ vinden we digitale zorg erg belangrijk. Ja, zoals dan de CWZ-apps waarin je metingen kan doen, invullen en doorgeven. En zo houden we eigen contact en hou je ook inzicht en regie over je eigen zorg. Als je zwangerschapsdiabetes hebt, dan moet je eigenlijk gedurende een paar weken tot maanden goed controleren. Komt er ineens een heleboel op je af en dan is het eigenlijk best fijn als je een deel van die zorg gewoon vanuit huis kan doen. Andersom is het zo dat we als zorgverlener ook fijn vinden dat we digitaal, maar ook wel snel, makkelijk en persoonlijk met je in contact staan. En we kunnen ook bijsturen als dat nodig is. En zo houden we samen eigenlijk je zorg goed in de gaten. En is het ook uiteindelijk wat meer op maat. Daarom bieden we in CWZ verschillende apps aan, waaronder de CWZ Thuis app Diabetes en Zwanger of Zwangerschapsdiabetes. In de app kan de patiënt voorlichtingfilmpjes, tips of folders bekijken die voor haar relevant zijn. Ja, het belangrijkste is dat de patiënt zijn waardes thuis kan meten, zoals bijvoorbeeld de glucosewaardes. Patiënten hoeven dan niet extra naar het ziekenhuis te komen. Of ze door te bellen zoals dat voorheen was. En nu is het zo dat ze de gegevens invullen in de app. Bij het invullen van de app kunnen ze eventueel ook een opmerking toevoegen over wat ze hebben gegeten bijvoorbeeld. Deze gegevens komen bij mij of mijn collega's. Ja, zijn de waardes goed, dan hoeven we ook niks te doen. Zijn de waardes afwijkend, dan krijgen we echt een alarm in ons systeem. Dus dan weten we van, hey, de waarden zijn niet goed, we moeten er echt even naar kijken. En kunnen we direct handelen door een berichtje te sturen via de app of de patiënt te bellen of een videoconsult aan te maken. Waardoor we echt persoonlijk contact direct hebben en kunnen bespreken welke aanpassingen nodig zijn. De CWZ Thuis app biedt digitaal echt zorg op maat, zowel voor de patiënten als voor ons als zorgverleners. Ja, dat is echt ontzettend handig en erg fijn. Ik heb de CWZ Thuis app voor mijn diabetes tijdens de zwangerschap te meten. Ik gebruik deze app nu ongeveer 2 maanden. Voordat ik de app gebruikte, schreef ik alles op in een boekje. Daar hield ik mijn eetpatronen bij en mijn waardes. En nu kan ik eigenlijk elke dag alles direct in de app scannen. Ja, als ik de app open, dan druk ik op de glucosemeter. En dan kan ik hem onder mijn arm scannen, want daar zit de sensor. En dan zie ik in het grafiekje hoe hoog mijn suiker dan is. En als ik gegeten heb, dan vul ik er ook bij in wat ik gegeten heb. En als zij zien dat mijn waardes afwijkend zijn, dan zullen zij ook meteen contact met me opnemen, zodat wij een nieuwe behandelplan kunnen afspreken. En dat gaat dan meestal via videobellen. Ja, voor mij zijn de voordelen van de app dat ik, als er iets niet goed is, dat er dan meteen contact wordt opgenomen. Dat is voor mij een voordeel en voor mij is het nu ook een voordeel dat ik natuurlijk niet continu naar het ziekenhuis hoef. De CWZ Thuis app geeft mij echt een vertrouwd en veilig gevoel, denk ik, dat je echt continu in de gaten gehouden wordt. En het geeft ook wat meer rust dat je het gewoon vanuit huis kan doen. Je bent er zo mee klaar eigenlijk. Je hebt geen last van wachttijden of zo, van uitlooptijden. Dus dat is, voor mij is dat het vooral. En het persoonlijke contact wat je dan toch nog wel houdt. Ik heb toch wel het gevoel dat ik echt wel een vertrouwensband heb met mijn zorgverlener. Dus dat ik ook wel makkelijk alles kwijt kan bij haar op deze manier.